Je zult het mogelijk herkennen. Een intubatie die moeilijk kan verlopen. Je ziet de epiglottis en in sommige gevallen zelfs een deel van de stembanden, maar het lukt je niet om de tube door de stembanden te krijgen. Hierdoor kan een resuscitatie ernstig belemmerd worden. Bij een goede presentatie van de epiglottis en de stembanden is het gebruik van de flexibele tubevoerder niet noodzakelijk. Bij veel intubaties zul je over het algemeen, wanneer je goed geoefend bent, de epiglottis met daaronder de stembanden AVU kunnen krijgen. De tube wordt dan vervolgens tussen de stembanden geplaatst, waarna je overgaat tot beademing. In sommige gevallen kan het AVU krijgen van de stembanden en de epiglottis erg moeilijk zijn. Om dit probleem het hoofd te bieden, is er nu de flexibele tubevoerder. De tubevoerder zal dus vanaf heden onderdeel uit gaan maken van het intubatiebestek. De tubevoerder heeft distaal een gekromde tip. Deze tip zal achter de stembanden worden geplaatst, zodat de intubatie alsnog kan plaatsvinden. Wanneer de epiglottis zichtbaar is, maar de stembanden niet AVU zijn, dan is gebruik van de flexibele tubevoerder geïndiceerd. We zullen je nu laten zien hoe de tubevoerder gebruikt dient te worden. Na preoxygenatie door middel van kapballonbeademing ga je als volgt te werk. Na het positioneren van de laryngoscoop voer je nu voorzichtig de flexibele voerder op. Voer de sonde op tot een diepte van ongeveer 25 cm, zodat de distale tip op zijn minst 2 tot 3 cm achter de glottisopening komt te liggen. De dieptemarkeringen zijn aangegeven op de voerder. Bij een juiste introductie is het mogelijk dat je de kraakbeenringen van de trachea voelt. Dit komt doordat je de distale tip tegen de kraakbeenringen voelt tikken. Het voelen van de trachea-ringen kan een indicatie zijn voor een juiste introductie. Bij afwezigheid van dit signaal is het mogelijk dat de voerder in de oesophagus is geplaatst. Houd nu de voerder goed vast, zonder de laryngoscoop te verwijderen, en plaats de endotracheale tube over de proximale tip van de voerder. Als de tip van de endotracheale tube de tanden is gepasseerd, kun je de tube 90 graden tegen de klok inroteren, waardoor deze de epiglottis beter zal kunnen passeren. Introduceer de tube tot de juiste diepte. Dit is het geval wanneer de cuff voor beide stembanden is geplaatst. Fixeer dan de tube en verwijder vervolgens de voerder. Ga nu over tot controle van een juiste ligging van de tube. Bevestiging van een juiste plaatsing zijn auscultatie en capnografie. Indicaties voor het gebruik van de flexibele tubevoerder zijn het niet goed zichtbaar zijn van de laryngeale opening, oftewel de stembanden, of een gecontroleerde introductie van een endotracheale tube. De flexibele tubevoerder kan gebruikt worden voor endotracheale tubes vanaf maat 6. De voerder kan zo nodig met steriel water of gel ingesmeerd worden, waardoor deze zich beter laat opvoeren. Gebruik de voerder alleen in combinatie met de laryngoscoop. Minimaal dien je de rand van de epiglottis AVU te krijgen om de voerder verder door de stembanden te introduceren. Beschadigingen van weken delen kunnen optreden wanneer je onzorgvuldig te werk gaat. Bijvoorbeeld wanneer je blind intubeert, plaatsing van de tube voorbij de carina plaatsvindt, of wanneer je de endotracheale tube introduceert over een voerder zonder gebruik te maken van de laryngoscoop.
Het gebruik van de tubevoerder is snel, veilig, simpel en hij is disposable. Deze flexibele tubevoerder kan het een stuk simpeler maken.